Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom weer bij een nieuwe Kingdom video. En we zijn vandaag weer in Tilifia, waar ik jullie ga laten zien wat er weer allemaal veranderd is. Op zich is er niet heel veel veranderd, want het is vakantie en er zijn gewoon weinig spelers van Tilifia Online Kingdom. Statsboard. Hier, maar 4 mensen van Tilifia, maar het is ook een beetje inactief omdat mensen niet echt iets te bouwen hebben ofzo. Dus ja, dat is er eigenlijk. Ja, weet je, kijk, wij maken eerst de hoofdstad maken we af. En dan mogen mensen hun eigen dorpje gaan bouwen. Prima, no problem. Maar we willen gewoon eerst die hoofdstad af hebben, zodat iedereen in de hoofdstad überhaupt gewoon sowieso een huisje hebt. En dan gaan we pas mensen zeggen van, oké, je mag nu een huis gaan bouwen. Nee, dat mag niet. We geven je een dorp of zo. Voeg je toe aan een dorp. Die wordt waarschijnlijk gebouwd door iemand van het bouwteam. Nou, niet helemaal gebouwd. Maar ik bedoel, je kan je dan aansluiten bij een dorp. En dan kan je daar ook gewoon mee bouwen. Dus dan is het zelf voor jouzelf ook wat leuker om Kingdom te spelen. En nu is het gewoon wat minder. Ja, sorry. Maar zo willen wij het eigenlijk gewoon hebben. Dus vandaag is er niks voor de rest veranderd hier. Mark is nog. Ik kom vandaag terug van vakantie. Dus die gaat waarschijnlijk weer verder bouwen met shit. En dan komt er wat meer af. Wow. Nou, dit had ik vorige keer al laten zien. Ik ga jullie gewoon even meenemen naar het farmersdeel. Het boerendeel. Het farmersgedeelte. Even kijken, wat staat hier? Hier, kijk. Dus heel veel mensen zijn echt heel veel mensen zijn op vakantie. Dus er is gewoon sowieso veel minder shit om te bouwen. Want bijna het hele bouwteam is gewoon op vakantie. Het is gewoon even zo. En het kan niet anders. Weet je, vakantie is toch lekker. Dus ik snap ook niet waarom je dan... dat is het eigenlijk. Maar we zijn hier al bij het deel aangekomen wat vorige keer, al die kuttoortjes jongen, wat vorige keer nog niet af was. Dus daar zijn we nu. Het zijn gewoon allemaal een beetje farmhuisjes. Een beetje wat, ze zijn in de grond een beetje gebouwd, zodat ze wat armer lijken. Zodat de binnenstad rijker lijkt. Hier heb je een pad naar beneden, naar het andere plateau. En dan heb je hier gewoon verder het boerendeel. Nou, we noemen het wel het boerendeel, maar niet, het is niet echt het boerendeel. Waarom plaatsen mensen random torches? Fucking irritant, ik heb hier lantaarnpalen neergezet. De muur hebben we ook al helemaal rond en de muur van het plateau hebben we ook al helemaal rond. Alleen de bovenkant van de muur moet nog gedaan worden, maar Mark zei dat hij dat wilde doen, dus prima, dan doet hij dat. Bijna elk huisje is ook verkocht ook, dus dat is ook wel heel erg nice. Sommige mensen wonen samen en sommige mensen die wonen alleen. Lijkt mij dat je liever alleen woont in zo'n klein huis, omdat het gewoon... Het is denk ik gewoon... Hier, man, ik ga gewoon even een random huis in... Lol. Fucking lol. Dan ga ik hier even gewoon een random huis in. En dan heb je, ja, zie je, het is niet heel groot. Ik zal jullie wel een huis laten zien trouwens. Daar wonen echt heel veel mensen samen. Dan moet ik het dadelijk wel even gaan zoeken. Het is in de hoofdstad. Dus dan laat ik dat gewoon even zien. Want die wonen volgens mij met 1, 2, 3, 4, 5 mensen of zo samen. Nou, ja, dat is vet toch? Dat je dat ziet zo. De muur is niet echt heel groot, maar het is ook niet de bedoeling dat het echt zo'n grote faction-achtige muur wordt waar je dikke PvP-battles kan houden. Nou, dit is het eigenlijk voor het farmdeel en ik zal dadelijk hier alleen nog even naar beneden lopen, want we hebben toch iets gebouwd, jongens. We hebben het fucking hoofd van Mark gebouwd met gold blocks, want hij heeft op Kingdom heeft hij geen skin, daar heeft hij gewoon dikke Steve skin, weet je wel, Swag YOLO Steve skin. Maar eigenlijk heeft hij wel een skin en dat is een soort van gladiator skin en dat hoofd hebben we gewoon als soort van, want vroeger bouwden ze ook standbeelden van grote koningen en zo. Dus wij hebben nu ook een standbeeld gebouwd, ik zal het even laten zien. Dirt bij hem? Nee, jammer. Ik kom hier eerst nog langs een aantal huisjes.
Zoals deze. Deze is gebouwd door iemand van... ook van het bouwteam. Dus ja. Hier komen bomen of zo. En dit is een wachttoren. Weer van stadswacht. Is er wel een ingang? Er is geen ingang. Oh, wel. Helemaal hierachter. Lol. Maakt niet uit. Maar daar komen we hier. Hier heb je ook allemaal nog huisjes op een rijtje. Allemaal huisjes op een rijtje. En dan komen we hier bij het standbeeld van Mark. Als je hem daar zo in de verte ziet. Fucking geniaal. Hij is helemaal gemaakt van gold. Nou, niet helemaal gemaakt van goldblok, maar hij is gemaakt van goldblok. Ik zal er even een rondje omheen doen. Tudee. Nou, dit is dus het hoofd van Mark. Grieven is Purnban. En ja. Ik zal even lezen wat hier op de bordje staat. Koning M.J. Standbeeld van Koning M.J. Oprichter van de stad Trintium. Dus dat is ja, dat is Murk eigenlijk. En het hoofd van Koning Murk. En hier omheen komt volgens mij een soort van... Hier, kijk. Zie je, ze geven zelfs offers bij het standbeeld van Murk. Offers worden er gewoon gegeven. Hier omheen komt volgens mij een soort van... ik weet niet zeker, maar volgens mij komt daar een soort van... Komt daar de dansschool tegenaan. En ja, er komen wat belangrijke gebouwen omheen. That's it eigenlijk. Ja, ik loop alleen nog... Het kleinste huis van Telivia is trouwens verkocht. Kijk, hier. Proof. Ik laat jullie eventjes de haven-ding zien. Dan moet ik wel even met de trap naar beneden in plaats van YOLO Spring Jump. Dit heb ik jullie al een keer laten zien. De Fish Club, Swag Fish Club. Daar is nog iets gebouwd, volgens mij was dat er al. En dit is eigenlijk de haven hier komen. Hier zal je heel veel boten te zien krijgen. Een hele grote boot en één en gewoon een paar kleine bootjes. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van dit. Van het havendeel. Ja, tuurlijk is dat de bedoeling van het havendeel. Dat er boten zijn. Maar dat is het eigenlijk gewoon voor het havendeel. ik zal jullie alleen nog even dat huis laten zien. Waar echt fucking veel mensen samenwonen. Moet ik eventjes snel terug sprinten. Gisteren waren trouwens een paar YOLO swaggers van Eredon hier naartoe. Oei. Daar is een emerald blok gegriefd. Dus gaan we een live ban geven? Ja, dat gaan we doen. Kingdom ban. Ik laat jullie nu even het huis zien van die ventjes die allemaal samenwonen. En dat hebben ze best wel nice ingericht ook nog. Dat hebben ze wel goed gedaan met z'n allen. Oh, het is zo laggy hier zo op de spawn. Dat is echt unreal gewoon. Even kijken hoor, waar die ventjes allemaal wonen. Dat was daarachter volgens mij. Als ik het goed heb. Ik heb het huis gevonden. Hier wonen ze met 1, 2, 3, 4, 5 in dit huis. Dit mini huisje. Ik zal het wel laten zien. Dit is dan een soort van keuken denk ik. Opslag iets. En dan boven. Hier wonen ze gewoon met z'n vijf. 5 bedden. En dan een farm boven. Wat best wel weird is. Maar mensen wonen dus met massaal samen hier zo. Omdat ze dan gewoon een huis willen hebben. Dus dat is wel nice. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat alsjeblieft een like achter op deze Kingdom video. Zodat ik nog een Kingdom video ga maken. Jongens, later. Boatracing, wat een kutding allemaal, hé. Hoe kan hij al weg zijn? What the fuck? Hij ging gewoon al er vandoor, deze vent. Ja, mijn fucking Arie, hé.